Voordat meneer de eerste beltuig heeft plaatsgenomen, ik wil jullie daarom van harte welkom heten op deze technodag de wasbescherming. Sommigen waren van jullie al misschien wat langer hier, dan hartelijk welkom hier bij de ringdemonstratie. Hartelijk welkom op deze dag die door DLV Plant in samenwerking met VPO Vredepil hier voor jullie georganiseerd is. De eerste spuit, dat is de spuit van Agripak. Hier loopt hier in de buurt, is in gebruik bij het loodvaartbedrijf Timmermans. Het is een zelfrijdende Agripak van het type Condor 3400. Het is een spuitmachine met een boombreedte van 42 meter. Maar hij kan ook spuiten op 33 en 21 meter. En dat kan dus door de boom niet geheel uit te plakken. Deze 42 meter is opgedeeld in 11 secties. En dan is het erg belangrijk dat wanneer de hoogstaan overgezet wordt, er eigenlijk ook uit de doppen direct de juiste hoeveelheid aan middel komt. En dat kan met deze spuit, omdat deze spuit is uitgerust met een volledig rondpompsysteem in combinatie met luchtafsluitbare doppen. Dus niet de secties worden afgesloten, maar eigenlijk wordt elke dop individueel afgesloten. Goed, de spuit die rijdt nou zijn eerste gang, nu nog over het veld. En hij zal straks ongeveer waar het spuit voor hier door de zomerheid ligt, de hobbelbaan op gaan. De spuit is ook aan het spuiten. We horen ook de lucht daarbij, omdat deze aangepakspuit gebruik maakt van luchtvloeistofdoppen. De Hi-Tech Air Plus. Deze luchtvloeistofdoppen die spuiten dus eigenlijk een luchtvloeistofmengsel, waarbij de lucht afkomstig is van een compressor. En het slangetje voert de lucht aan elke individuele dop. Nou, de spuitje rijdt nu over de hobbelbaan en we zien dat de spuitboom eigenlijk heel mooi, vlak en stabiel boven het gewas blijft spuiten. Dat komt ook door het voertuig, de Agripak. En die heeft een stuurwiel besturing, zoals we ook in de box zien. En maakt gebruik van Stabilo Plus luchtvering. Door deze speciale constructie hiervan vindt er een hele goede gewichtsverdeling plaats over alle vier de wielen en loopt de spuit eigenlijk heel stabiel. En alle bewegingen die opgevangen kunnen worden in dat onderstel worden niet doorgegeven aan de spuitboom en dat zorgt gewoon voor een hele stabiele loop van die veldspuit. De tankinhoud van deze spuit is 3400 liter en er zitten 450 liter vol water tegen. Op deze spuit, en dat is ook belangrijk, zit een stukje elektronica, een computer van Raven, namelijk de Raven NVIDIA. Goed, de spuit heeft net de haakse bocht gereden en is volledig voorvolgend. Dus actueel volgt exact het voordeel. Goed, we gaan zo even kijken naar de elektronica die hierop zit. Dat heeft te maken met onder andere de automatisch afsluitende secties. Het verschil is ingemeten hier. De schuine veer, dus als die daar gaat komen, dan zal vanaf deze kant de secties één voor één dichtgaan en daar weer gewacht staat. En dat is dus aan deze kant alweer vrij snel. Daar zal de dop of de sectie dan ook alweer overgaan. Bij dit systeem is het verschil eigenlijk exact ingemeten en is het gedeelte waar de secties dus nu aansluiten ingegeven als zijnde een spuitvrije zone. Dus daarom sluiten nu de doppen af en aan deze kant beginnen de eerste doppen alweer te spuiten. En zal straks de rest ook weer opengaan. Zonder handelingen van de chauffeur, helemaal vastgelegd via GPS, is dit verschil gisteren ingemeten. En dat kan elke keer dat er nu gespoten wordt ook zo gevolgd worden. De elektronica die daar verkort, zoals het al aangaf, is afkomstig van Raven. Deze heeft dus het achterboom systeem, dat is de sectiebediening, de automatische sectieaansturing. En het is natuurlijk belangrijk dat ook dan een spuit stabiel loopt, dat de boom, die mag best bewegen, hè, maar die moet gewoon ook wat veren in opgeklapte toestand. Anders heeft ook op dat moment een spuitboom erg veel te lijden.